Ja, hier heb ik de Loop. Dat is een speciaal ontwikkeld product voor deze expositie. Dit is een zonnebrander. Hiermee kun je de temperatuur van een water opwarmen af, bijvoorbeeld. Staat ook in de tuin. Arnoud Visser is van veel markten thuis. In zijn atelier in Arnhem maakt hij alles van glas. Aan de ene kant is glas dus heel mooi te vormen. Aan de andere kant is het ontzettend weerbarstig en heel streng. En kan spontaan uit elkaar ploffen als je iets verkeerd doet. Maar als je met een goede meesterglasblazer een goed idee, kun je de meest fantastische dingen bereiken. En van de chaos van het atelier naar het opgeruimde, strak ingerichte museum waar hij exposeert. En hier kennen we Visser vooral van, de Salad Sunrise. Een olie- en azijnstel dat hij ontwierp voor het gerenommeerde designlabel Droog. Maar er is veel meer te zien. Hier een rollatorlamp, kogelaarlamp, horloges, de burgemeesterketting van Apeldoorn. Stolpen met een groothoek erin. En dan is er nog dit ding. Ja, het is eigenlijk wetenschap met een knipoog. Waarbij je dus wel de natuurwetten respecteert en gebruikt. Maar daar kun je mee spelen en over verbazen. Dat blijft boeien. De tentoonstelling is vanaf vandaag te zien tot en met 17 november.